Vandaag krijgen we een interland te zien. Het commentaar daarbij wordt geleverd door Jori Mulder hier naast mij en mijzelf, Evert ten Apel. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Met deze formatie stapt de uitploeg het veld op. Ze verschijnen aan de aftrap in een traditionele 5-3-2 formatie. Verwachten van Lionel Messi? Nou, hij is een geweldige speler met een talent om haast elke bal die hij voor zijn voeten krijgt, ja, in het doel te jagen. Deze wedstrijd was binnen een mum van tijd uitverkocht. En eindelijk is het begin daar. Het stadion zindert van de spanning. En een dappere poging van Argentinië. Loopt gesmeerd. Hij heeft een sterk schot in de benen. Zo hoort het. Dit was het eerste schot van de wedstrijd. En het is meteen een doelpunt. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De eerste bal gaat er vandaag in. Een schermutseling om de bal. Pastore. Er vallen overal. Ja, dit gaat goed. Scheidsrechter fluit. Corner voor Argentinië. Keeper komt zijn doel wel uit, raakt de bal ook, maar kan hem niet klem vast hebben.
Pastore. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Dos Santos. Di Maria. Ever Banega. Guardado. Dos Santos. Ezequiel Lavezzi. Ever Banega. Ja, en nu? De bal komt op de lat. Daar gaat hij. Het schot wordt gestuit door de verdediger. Dos Santos. Messi aan de bal. Ja! Ezequiel Lavezzi. Messi heeft hem. Messi! Weggewerkt. Kan Argentinië deze corner omzetten in een doelpunt? Maria. Javier Hernandez. Aguilar. Marquez. Vrije paas over de breedte. Goeie tackle. Hij heeft de bal te pakken. Dit is Messi. En hij wordt nu aangevallen. Marcos Rojo. Pastore. De verdediger blokkeert dat schot. En hij zit erin. Het kwam niet bepaald uit de lucht vallen. Ze dicteren de wedstrijd, vallen voortdurend aan. Ja, en dan kan zo'n goal niet uitblijven. Nee, het is echt verdiend hoor. Dit zat er echt aan te komen. Je voelt dat gewoon. Hè. Ze staan gewoon veel beter te spelen. We bepalen het tempo van de wedstrijd. Javier Hernandez, Héctor Moreno, Dos Santos, Aguilar, Marquez. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Messi. Ja, en nu? Het wachten is op de hoekschop van Argentinië.
Eens kijken of dit het begin van de counter is. Messi. Dos Santos. Guardado. Bal, retour, afzender. Hector Moreno. Javier Hernandez. Met die tackle herovert hij de bal. En nu voorzetten, zou ik zeggen. Ever Banega. Messi aan de bal. Lionel Messi zorgt met zijn rushes voor ruimte voor opkomende middenvelders. Dat ziet er goed uit. Hij maakt het af. Uiterst beheerst afgemaakt, hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Hector Moreno. Guardado. Keeper stond er precies goed voor. Hij is er door. Doet hij goed. En de bal belandt via de keeper in het net. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Nou, geweldige techniek. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Aguilar. Dos Santos. Die voorzet was gewoon een cadeautje voor de verdediging. Messi. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Guardado. Ever Banega. Di Maria. Nou, eens kijken wat hij doet. Heeft hij oog voor zijn ploeggenoot? Hij ja, en nu? Allemachtig doelpunt. Voorsprong is verder uitgebouwd. Het verschil wordt nu wel erg groot. Ja, ik denk dat de wedstrijd nu wel gespeeld is. Maar ja, je weet het nooit. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Spannend zal het vandaag niet worden.
Messi aan de bal. Probeert het. En de keeper pakt die bal. Hard of niet hard? Hij gaat zo laten zien wat hij met een corner kan. Krijgt zijn vuist er nog tussen. Javier Hernandez. Einde van de eerste helft bij een stand van maar liefst 5-0. Messi, man. Hoe was hij de eerste helft? Ja, hij speelt zeker niet slecht en zijn inspanningen werden beloond met een treffer en een verdiende voorsprong. Dus. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond hoor. Javier Hernandez. Een fantastisch verdedigende actie. Dat was anders zeker een doelpunt geweest. Ezequiel Lavezzi. En die bal is voor de keeper goed uit zijn goal gekomen. Die paas zorgt voor gevaar. Kijk nou. Hoe ver komt Argentinië met deze ingooi? Maria. Er is gefloten, vlag omhoog, buitenspel. De coach wil een wisselspeler in het veld brengen. Maria. Ezequiel Lavezzi. Wat gaat hij doen? Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. Ever Banega. Guardado. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Hij heeft zich goed vrijgespeeld en kan de voorzet geven.
Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Guardado. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Guardado. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Door Santos. Ziet er gevaarlijk uit. Keeper laat zich niet passeren. En we zijn klaar voor de corner. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Argentinië mag gaan proberen iets van deze inworp te maken. En die actie wordt beloond met balbezit. Los Santos. Eens kijken of er iemand kan scoren uit die voorzet. Voorzet gestopt. Vela. Ever Banega. Messi. Goeie tackle. En hij neemt het balbezit weer over. Ja, en nu? Hij zit heel dicht bij een doelpunt, maar dit schot mist de goede richting. Hij had er graag nog een gemaakt, maar misschien krijgt hij nog een kans. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. Santos. Hij wordt voorgegeven. Dit is Messi. Hector Moreno. Los Santos. Prima voorzet hoor. Met zijn hoofd notabene. Hij probeerde het van grote afstand. Het verbaast me niet dat hij het probeert hoor, Evert. Want hij schiet ze er nog wel eens in van die afstand. De trainer heeft er genoeg van en haalt hem eruit. Was hij dan zo slecht? Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar hij haalde het niveau van zijn team wel op laag. Snel vergeten deze wedstrijd. Ezequiel Lavezzi.
We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Gele kaart, vrije trap op een mooie plek. Het zou wel eens gevaarlijk kunnen worden, Evert. Wat een blinde sliding, hij neemt de speler mee. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Duidelijk een wissel met het oog op de volgende wedstrijd. Als hij geel krijgt, dan krijgt hij een schorsing aan zijn broek. Met tegenzin naar de kant. En moet je die toeschouwers toch eens horen. Ja, de supporters juichen hem uit volle borst toe. En terecht. Als iemand het verdient om man van de wedstrijd te worden, is hij het wel. En ze zijn het balbezit kwijt. De tegenstander had geen schijn van kans hier vandaag. Ze zijn volledig weggespeeld. Di Maria. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd. Gaat hij het redden? Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Guardado, Los Santos. Ezequiel Lavezzi. Di Maria. Messi. Goeie tackel. Javier Hernandez. Vela. Ai, daar had meer in gezeten, maar hij bereikt zijn doel niet. Ever Banega. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Oh! Wat een waardeloze voorzet. Zo in de voeten van de verdediger. Javier Hernandez. Goeie paas weer. Een puiken wedstrijd speelt hij deze man. Ezequiel Lavezzi. Ever Banega. Hij schiet. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. Javier Hernandez. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Los Santos. Loeihard. Een gevaarlijke situatie.
We zijn er klaar voor de hoekschop. Kijk eens. Dat was niet eens een bijna doelpunt. De supporters bouwen alvast de feestjes. Ze twijfelen er blijkbaar niet meer aan dat hun ploeg gaat winnen. Inderdaad, Evert, maar ze lijken dit ook niet meer uit handen te zullen geven. Ze zijn gewoon te goed vandaag. Hij heeft een sterk schot in de benen. Die bal is voor de doelman. Hij staat gewoon goed op te letten. Einde wedstrijd, stand 5-0. Een overtuigende overwinning, hoor. En verdiend, als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter. Hoe vond je Messi vandaag, Juri? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.